Nee, maar hoe vaak heb jij hem wel niet geïnterviewd? Leo. Nou ja, dat valt me mee. Een paar keer per jaar. Ja, nou, een paar keer. Ik doe eigenlijk maar één wedstrijd. We hebben nog eens een keer, dat is wel leuk, we hebben een mooi filmpje gemaakt. Leo, die, je weet, die komt uit de familie. Met, wat was je vader? Die had een containerbedrijf. Afvalbedrijf. Afvalbedrijf, weet ik veel, met allemaal trekkers en brekers en weet ik veel allemaal. Hartstikke mooi. Dat bedrijf, dat is een... Is er niet meer? Ja, dat is wel, maar dus op een grotere bedrijf. Leo heeft een loods ergens in Alsmeer of ergens in die kant. En daar heeft hij dat hele bedrijf van vroeger... Beetje nagebouwd. Nagebouwd. En al die vrachtwagens, alles heeft hij als model zelf gebouwd. Oh, klein dus? Klein. Ja. En hij zit daar met... Waarom niet? Bulten zand puin, en alles puin. Puin. Die dingen kunnen allemaal steentjes breken. Kranen, hij is daar... Alles. Maar hij staat nu in Spanje. Meen je niet? Ja. Maar alles op radio, grafisch bestuurbaar en zo. Nou, je moet maar eens kijken. Als je het googelt, Leo van Vliet. Miniatuur. Met de NOS, dan kan je het filmpje nog zien. Het had met 25 jaar jubileum te maken, volgens mij. Ja. Maar wat is dat voor hobby? Ja, dat is gewoon leuk. Ja, je moet, als je ouder wordt, moet je toch ook een hobby hebben als je een keer mee stopt. En dat is een beetje in zicht natuurlijk de komende over 3 jaar. En, ja. Maar ja, ik vind het ook leuk. En ik was ook altijd wel gek. Ik was ook een beetje de Willy Wortel in ons bedrijf. Het recyclen van afval hebben wij neergezet. En dat was noodzakelijk, omdat de stortplaatsen allemaal dichtgingen. Ja. En daar was ik wel goed in. Voordat jij beroeps werd, was je gewoon fulltime in het bedrijf? Ja, ik was ook in het bedrijf. En toen kon ik ook in gaan trainen 's middags. Maar ik was altijd wel gek van kranen en shovels en... puinbrekers. En ja, later werd dat allemaal steeds groter. En toen hebben we het 30 jaar geleden verkocht aan Amerikanen. Maar ja, het zit toch altijd nog een beetje in mijn hart. Ja. En als je hem daar bezig ziet, hè, dat vond ik het mooie daaraan. Het was gewoon mooi wat hij daar neergezet had, want dat was hartstikke leuk om te zien. Maar Leo is natuurlijk een ontzettende energieke baas, die altijd bezig is, druk aan het bellen, altijd druk. En daar is hij